mevrouw de voorzitter. Het is bekend over alle voorstellen van de gezondheidscheck ben ik niet zo enthousiast. Stel dat ik boer zou zijn en ik zou hebben berekend in 2005 wat ik zou kunnen verwachten tot 2013, dan kan ik nu een beetje ook rekenen 8% minder door de modulatie, 10% minder door de nationale reserve en potentieel 9% minder door aftopping van de hoge inkomenstoeslagen. Dat betekent in totaal 27% minder. Hoe kan een gemiddelde boer in de toekomst nog rekenen op een Europese overheid die haar belofte nakomt? Mevrouw Buitenweg noemde de 27% onbetekenend. Ik vind het een flinke hap in dat wat beloofd is. Ik ben dus ook tegen die modulatie en ik vind die aftopping van die totale inkomenstoeslagen wil ik veel beperkter zien. Wat betreft die nationale reserve denk ik dat we één kans moeten grijpen en dat is dat wij zo snel mogelijk een verzekeringssysteem Europa-wijd moeten ontwikkelen voor tegen dierziekten en tegen plantenziekten. Want vroeger of later, met het vele reizen van de mensen, breekt er weer een besmettelijke dierziekte uit in Europa. En budgetair zijn wij daar niet op voorbereid. Als het in de toekomst weer zou gebeuren, ik zou niet weten waar in de toekomst de commissie het geld vandaan haalt. Dat moet gebeuren via een verzekeringssysteem. Wat betreft de melkquota's. Nou, wij kunnen alleen maar zien dat internationaal gezien er zich steeds meer nieuwe markten ontwikkelen. Ik denk dat voor Europa het geen goede zaak is dat wij bijvoorbeeld tegen de Amerikanen of tegen de Brazilianen zeggen, die markt is voor u. Ook daaraan moeten wij deelnemen en daarom is een zachte landing van de melkquota's noodzakelijk. Drie maatregelen zouden wij kunnen doen. Vermindering van de superheffing, geleidelijke verhoging van de quota's en vereffening ieder jaar van dat wat er niet volgemolken is onder de boeren die het wel volgemolken hebben en zelfs nog erover zijn gegaan. Ik dank u wel.